Het gaat goed met de werkgelegenheid in de regio Zuidoost-Brabant. Er zijn bijna 10% meer vacatures ten opzichte van een jaar geleden. En ook het aantal banen in de regio stijgt. Dat staat in een rapport van het UWV. Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant de afgelopen 2 jaar sterker gegroeid is dan landelijk. Dat gaat gepaard met een zeer sterke toename van het aantal vacatures. En als gevolg daarvan betere perspectieven op werk voor de werkzoekenden. Dat zijn maar positieve berichten. De andere kant van de medaille is dat door de explosie van vacatures het voor werkgevers aan de andere kant steeds moeilijker is om personeel te vinden. En dat personeelstekort uit zich vooral in een paar sectoren. Waar een paar jaar geleden nog vooral mensen werden gezocht in de ICT en de techniek, gebeurt dat nu nog steeds, maar er zijn een paar sectoren bijgekomen. Zo worden er in de horeca vooral barmedewerkers en gastvrouwen gezocht. In de zorg zijn handjes aan het bed nodig en in de transportsector zoeken ze vooral vrachtwagenchauffeurs. Door het personeelstekort kunnen bedrijven soms niet zo hard groeien als ze wel zouden willen. Wat wij horen is dat bijvoorbeeld werkgevers zeggen van dat ze geen orders meer aannemen. Omdat ze geen capaciteit hebben om dat uit te voeren. En dus zijn er oplossingen nodig. Zeker ook omdat het UWV verwacht dat er de komende jaren alleen maar meer banen bij gaan komen. Het vergt enige creativiteit van de werkgevers. Zij nemen steeds vaker mensen aan die niet helemaal voldoen aan het zoekprofiel. Want een bedrijf dat orders weigert, heeft minder inkomsten dan zou kunnen. En uiteindelijk betekent minder inkomsten ook minder groei. We zitten hier in een regio Zuidoost-Brabant samen met Helmond de Peel, die vorig jaar de hoogste economische groei van Nederland liet zien. En dat personeelstekort, dat zou wel eens een rem kunnen zetten op de economische groei. We hebben een meting gedaan en daaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de werkgevers in Zuidoost-Brabant belemmeringen in algemene zin, ondervinden als gevolg van een personeelstekort. In Zuidoost-Brabant is het personeelstekort bijna het grootst van heel Nederland. Alleen in Zeeland worden meer werknemers gezocht.